Wat doen jullie eigenlijk? We zijn een importeur van vleesproducten die buiten Europa vandaan komen. Dus we zijn geen slachterij, we zijn geen uitsnijderij, maar wij halen producten van buiten Europa. En dan gaat het hier om rundvlees, om pluimveevlees, om lamvlees, schapenvlees, uit diverse origines naar de wereld, vanuit de wereld naar Europa, via Rotterdam, allemaal naar Veenendaal. En dan gaat het om heel hoogwaardig rundvlees. Het gaat om kuikenfilets voor de industrie. Het gaat om lamsvlees en schapenvlees uit Nieuw-Zeeland. En dat gaat allemaal deze kant op en dan door Europa weer naar buiten. En jullie zijn een grote speler? Ja. In Europa? Wij zijn een van de grotere spelers in Europa op dit moment. En hoe ben je in Veenendaal terechtgekomen? Nou, het bedrijf is gestart in 1955 in Leiden. Mm-hmm. Vanuit daar is meneer Zandbergen een slagerij begonnen. Meerdere slagerijen. En uiteindelijk kwam er een centrale slagerij bij. Die verhuisd is in 1992 naar Veenendaal. Midden van het land. Snel naar België. Snel naar Duitsland. Goed netwerk. Infrastructuur was het zeker. En zodoende was het Veenendaal. Veel goedkoper grond toen de tijd. Ja. Dan in Randstad. Ja, ja, nog steeds een beetje natuurlijk. Maar je zit nou wel mooi. Is alles gecentraliseerd in Veenendaal? Alles is gecentraliseerd in Veenendaal. Ons motto is ook echt alles onder één dak. Ja. Alle kennis, alle kenniscentrum moet ook gewoon in Veenendaal zijn. En wij bouwen daarbij een nieuwe productieruimtes. Die we bijvoorbeeld nu extern hebben. Die behalen we allemaal terug naar Veenendaal. En vanuit daaruit gaan we weer verder bouwen om nog groter en vooral nog veel beter te worden. Hoeveel medewerkers hebben jullie nou? Er werken momenteel 150 medewerkers. En ik denk dat daar de komende jaren nog ongeveer 60 tot 80 arbeidsplaatsen in de regio bij gaan komen. Nou, schitterend. Ja. Jullie zijn natuurlijk een mooi voorbeeld voor Food Valley regio. Hè? Dat is natuurlijk evident. Maar al dat vlees moet natuurlijk ingekocht worden. De kwaliteitscontroles enzovoort. Daar hebben we het straks ook een beetje over. Maar dat is natuurlijk een enorme logistieke operatie. Ja, logistiek is een hele belangrijke tak van sport bij ons. Dat vlees wat over de hele wereld wordt geproduceerd en dan naar Rotterdam moet varen. Want daar gaat het om het allemaal. Ja. Transport over de zee. Dat komt allemaal met boten deze kant op. En dan vanuit Rotterdam met de haven, met de auto's naar Veenendaal. En dat is natuurlijk een enorme operatie met ongeveer 600-700 transportbewegingen per week in Veenendaal. En komen die dan over de A15? A15 of A12 ligt er een beetje aan waar het vandaan moet komen. Maar dat zijn de twee hoofdwegen die allemaal naar Veenendaal komen. Ja. Dus jullie zijn ook wel gebaat bij een nieuwe brug in Rhenen? Ja, die brug is heel goed inderdaad. Ook voor de medewerkers die werken. We hebben ook veel medewerkers in de Betuwe. Maar ook de dubbele rondweg in Veenendaal is voor ons een hot item. Ja. Ja, dat begrijp ik. We gaan luisteren naar het volgende nummer. Hier komt een prachtige nummer van Coldplay. Him for the Weekend.